Salvador is. Ja, goedenavond allemaal. Dag Is, dag Kim, dag Thomas. Ik ga met jullie beginnen, want waarom zitten jullie hier? Jullie hebben alle twee jullie dromen waargemaakt, zouden we kunnen zeggen. Maar jullie hebben wel, ja, als het ware, een omgekeerd traject gevolgd. Dat zouden we wel kunnen zeggen, denk ik. Hey Kim, laat ik bij jou beginnen. Jij hebt alle kansen gekregen, dankzij je ouders. We gaan nog eens kijken naar dat beroemde fragmentje dat het eigenlijk ook wel heel goed samenvat. Je vader komt thuis, hè? Je weet dat hij gaat komen, hij heeft de gouden schoen gewonnen. Jij was toen 5 jaar en je wist toen al perfect wat je wilde. Wat moet ik dan kopen? Zeg het eens. Weet ik nog niet. Wat ging je krijgen als ik de gouden schoen won? Tennissen. En wat ging je dan laten leggen? Tennisplein. Een tennisplein. Het blijft fantastisch, hè? Ja, echt, hè? Ja, heel leuke herinneringen. Hè? Ja. Ja, dat brengt heel veel jeugdherinneringen naar boven. En, en dat is ook de reden waarom dat we hier zijn. Omdat ik ook ben opgevoed met de kansen, met de middelen om mijn dromen waar te maken. Die ik al van op heel jonge leeftijd heb leren kennen. En, en niet iedereen heeft dat geluk. Ja, je hebt het geluk niet gekend, hè? Zo'n situatie? Nee, zeker Thomas, niet. Nee. Ver van jouw bed, hè? Ja, ja. Integendeel. Nee, dat is een heel andere achtergrond. Hè. Mm-hmm. Ik, van mijn anderhalf jaar, alleen daarvoor, zijn we moeten vluchten naar Breda. Dan ben ik daar geboren. En dan daarna is het opvangcentra, instellingen en zo. Jij hebt je ouders niet of amper gezien, je hele leven lang. Mijn vader heb ik nooit gekend. Ja. Die is een paar jaar geleden gestorven. Vlak voordat ik elk wist waar dat hem woonde. Mm-hmm. Mijn moeder heb ik een heel goed contact mee. En ik denk dat ik mijn moeder ook absoluut niks kan kwalijk nemen. Ik denk dat weinig moeders in die situatie zo die keuzes hebben kunnen maken. Dat een sterke vrouw is. Ja. En ik denk dat ze zelf ook niet gewild zou hebben dat het zo gelopen was. Nee. Maar ze kon jou niet beschermen en ze kon niet bij jou zijn. Ze heeft jou niet kunnen opvoeden. Je hebt je plan moeten trekken. Hè? Ja. En daar wil jij nu aandacht voor vragen, ook vandaag. Je hebt een filmpje op Twitter geshared, gedeeld. We gaan daar even naar kijken. SOS Kinderdorpen, waar je ook ambassadrice van bent, kind. Kim heeft een filmpje gemaakt. Die heeft al een aantal kinderen gevraagd om te laten zien hoeveel hun mama of hun papa van hen houden. Ja, dat is aan de anticlimax, hè? 1 op de 10 kinderen in de wereld, Kim, krijgen gewoon helemaal niks van liefde van hun ouders. Ja, dat is verschrikkelijk, hè, als je daarbij stilstaat over die cijfers. En dat gaat zelfs over de dingen die dat wij, of die ik heel normaal vond toen ik jong was. Hè, van 's avonds in bed gestopt worden tot een kusje geven voordat je de school of de speelplaats opstapt. En dat zijn zo heel kleine dingen, maar ja, door al jarenlang ambassadrice te zijn, ben ik daar ook wel meer en meer bewust van. Ja, ik geniet daar ook meer van, dat ik zo'n dingen kan doen en dat ik dat geluk heb dat ik in die situatie sta. Maar dat is ook de reden waarom dat ik omwille van mijn bekendheid ook dat wil ondersteunen, het project, om de mensen daar wel bewust van te maken dat dat spijtig genoeg... Want 1 op 10 in de wereld, maar in België ook 1 op 25, hè, die liefde niet krijgt. Hoe is het dan bij jou gegaan, Thomas? Op vlak van liefde dan? Van je ouders, want je hebt je vader niet gekend. Nee. Nee, je moeder kan jou niet opvoeden. Of hoe moet ons dat voorstellen? Ja, ze heeft er hulp bij moeten halen. Ik merk wel, vooral als het... een instelling is eigenlijk een beetje een isolement. Hè. En het is vanaf dat stopt, dan is er echt niks meer. Je bedoelt als je 18 wordt, je hebt tot je 18e in een instelling gezeten. Ja. Vanaf wanneer? Hoe oud was je toen we erin belanden? Op mijn 1,5 ben ik naar observatiecentra's gegaan en op mijn 4 jaar officieel geplaatst. Ja. En dan zo verschillende instellingen gelopen, zou ik maar zeggen. Ja. En dan op mijn 18, dan stopte het eigenlijk. Dan ben ik nog even thuis gaan proberen wonen. Maar de problemen thuis zijn niet opgelost.
doorheen de jaren, nee, zou ik maar zeggen. Dus dat lukte niet? Dat lukte niet. En dan ben ik naar Antwerpen gegaan. Dan ben ik eventjes dakloos geweest. Ja. Ik heb niet op straat gewoond. Dakloos, ik moet gewoon zeggen dat je geen domiciering hebt. Ik heb gelukkig bij vrienden en dergelijke. Mm-hmm. Maar goed, dat was een hele turbulente, moeilijke tijd. Mm-hmm. En om terug te komen op die liefde. Ja, ja. Ik merkte wel, als ik kijk naar vriendinnetjes en zo, zeker mijn vriendin nu eigenlijk, die het goed met mij uithoudt, mm-hmm, om het zo te zeggen. Ik heb wel moeten leren precies wat liefde nu eigenlijk is en dat leren accepteren. Want ja? Het zijn die kleine dingen die zij nu opnoemt dat ik heel moeilijk vond en niet kon accepteren. Of zo. Je hebt het zelf nooit gekregen, die complimentjes waar Kim het over heeft. En daarom had je het zelf er ook moeilijk mee als ja, ik werd er heel onzeker van als mensen complimentjes gaven. Ja? Ik dacht dan bij mezelf, er zit iets achter, die straks, ja, er komt nog wel iets. Allee, ja. Ja. Ja, je vermoedt achter alles iets. Ben jij in een warm nest, hè, zo heet dat dan? Ben jij in een warm nest opgegroeid? Oh ja, ik heb het geluk gehad dat ik een van de belangrijkste werktuigen mee heb gekregen vanuit thuis. En dat was wel ontzettend veel liefde van mijn ouders, maar ook mijn twee oudere broers en mijn oudere zus. Hmm. Maar wanneer dat ik dit hoor, is echt toevallig, omdat ik heb vandaag iemand ontmoet voor... ik heb een rubriek bij de madame, waar dat ik mensen ontmoet en ze vertellen hun verhalen. Hmm. En het ging letterlijk over dit eigenlijk. Het ging over een jonge man die eigenlijk is opgegroeid in een familie waar dat er absoluut geen liefde was en welk impact het heeft gehad op hem. En hij zit vandaag met bepaalde vragen waar hij zich de vraag stelt van kan elke ouder ouder zijn? Of kan elke man of vrouw een ouder zijn? En is het een idee om daarover als samenleving te praten? Want hij zei iets heel moois, of was iets dat mij, waar ik nog nooit over had nagedacht. Mm. En hij zei van ja, een ouder zijn, dat is iets, je hebt daar geen diploma voor nodig, maar het is wel een van de moeilijkste jobs ter wereld. Ja. En toen hij dat zei, het heeft mij doen nadenken. En, mm-hmm, ja, vind jij het moeilijk? Soms wel. Maar ik ben dan altijd van gedacht, denk dan, kijk, ik heb ook soms moeilijke dagen of soms dan vlieg ik eens uit en dan denk ik van, dat had ik beter niet gedaan. Mm-hmm. Maar dan leg ik dat ook wel uit aan de kinderen, probeer ik te zeggen van kijk, sorry, mama is wat moe of mama dit. Of... En dan is als je daar een uitleg voor geeft, dan is dat voor hun ook genoeg. En soms dus je excuses aanbieden. En dan krijgen ze Sander en Dags natuurlijk weer massa's liefde van jou. Maar jij hebt dat dan nooit gekregen, Thomas. Dan moet je je eigen weg zoeken. Nu wel. Ja. Sorry, mag ik je eigenlijk vragen wat er is gebeurd dat ervoor heeft gezorgd dat je weg moest? Ja, dan mag je vragen, maar dat is moeilijk. Mijn vader die heeft zijn eigen kinderen verkracht. En dan zijn we moeten vluchten en die bedreigde ons met pistolen en zo. Ik kan me dat niet herinneren, ik heb die ook nooit niet gekend. Mm-hmm. Daarom dat ik het ook wil benadrukken, want het klinkt nu zo negatief. Als mijn moeder dit ziet, mijn moeder is de sterkste en knapste en tofste vrouw. Je verwijt haar niks, nee. Dat is heel erg duidelijk. Nee. Ja. Ze kan daar ook absoluut niks aan doen. Ik denk dat ze heel goed gehandeld heeft. Ik heb dat heel lang niet begrepen en niet willen begrijpen, omdat ik met die kwaadheid zat. En onder die kwaadheid zit heel veel verdriet. Ja. En ik denk wat zij gedaan heeft en verzet heeft voor ons, ik kan haar daar eigenlijk alleen maar dankbaar voor zijn. Mm-hmm. Ja. Dat is de beste moeder van de wereld. Het is mooi dat je dat zegt. Ja. 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 Jij bent je ouders op zich even dankbaar als Thomas, neem ik aan. Maar jij bent natuurlijk op een andere manier aan de start gekomen. Hè? We gaan jou eens laten zien als je 13 was. Hè? Je speelt tennis, je speelt al goed tennis. En je speelt hier tegen een tegenstander op een toernooi die net iets sterker is op die dag dan jij. Kijk, die herkennen we natuurlijk wel, hè? Justine. Ja. Justine en hij. En je vader, Leij, ook altijd aanwezig. Even luisteren naar een interview, Kim. Justine was vandaag ook wel beter dan ik, dus... Ja, maar ik had ook niet slecht gespeeld. Dus het is altijd fijn als je kunt winnen, maar ik heb volgend jaar ook nog, dus ik kan het altijd proberen, hè. Ja. Dit is mooi om te zien. Kinderen die alles mee hebben, maar ook heel veel meekrijgen. Niet alleen materieel, hè, van de ouders. Je vader was er altijd, maar ook om jou met
met de voetjes op de grond te houden. Hè? Ja, en ook we hebben vanaf jongs af aan ook leren discipline hebben en, ja. en respect hebben voor tegenstrevers, maar ook voor uw medemens, voor uw materiaal. En dat is ook weer iets wat ik verder zet naar onze kinderen toe eigenlijk. Hè. Dus ja, dat is, je staat er eigenlijk pas bij stil. Ik denk nu ook mijn vader is overleden, maar je staat er eigenlijk pas bij stil bij die opvoeding. Nu dat ik zelf ook kinderen heb en waarom dat hij sommige dingen deed en waarom sommige dingen niet en waarom dat hij soms wat harder was. En, en dat is zo'n hele levensles die dat eigenlijk, waar dat je eigenlijk pas bij stilstaat. Voor mij als je zelf ook kinderen hebt. Ja, ja. Hoe heb je zelfvertrouwen dan uiteindelijk gekregen? Want je zit hier nu, Thomas, als iemand die dan ondanks die moeilijke omstandigheden zijn weg gevonden heeft. Hè? Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. En hoe? Ja, door heel veel te vallen. Hè. Ja? Maar gewoon blijven gaan. Hè. Mm-hmm. Allee, ja, er is geen andere keuze. Ik denk, het grootste keerpunt is geweest. Allee, ik ben natuurlijk ook in een soort van straatcultuur terechtgekomen. En vanaf dat ik tegen die omgeving dag heb gezegd, dan is alles anders beginnen gaan. En, ik had heel veel vrienden die hetzelfde verleden genoten hebben. Allee, veel erger, want uiteindelijk... ik kan nog heel veel geluk zien in mijn leven. Hè. Mm-hmm. Allee, en ik denk dat er veel erger zijn vrienden van mij. Je kunt het al bijna niet kwalijk nemen dat ze daarvan weg willen en oplossingen zoeken in drugs of in... Iedereen wil graag iets betekenen en iemand zijn. En... Ja. Maar jij bent daar gelukkig vanaf kunnen blijven van dat slechte pad. Onder andere door de muziek. Muziek is voor jou een geweldige Ja, uiteraard. Ja. Ik ben ook altijd bang geweest van de straat, een beetje, omdat ik natuurlijk de gevolgen daarvan al gekend heb in mijn jeugd en in mijn familie. En, maar ik kon daar nooit over praten. En muziek heeft mij wel geholpen om te leren praten. En als rapper? Als rapper, ja. Als een soort van therapie, daar je uiten in je muziek. Ja, inderdaad. Ja. Mag ik iets vragen? Had je als tiener bijvoorbeeld een doel of had je een voorbeeld van kijk, ik wil, dit is waar dat ik naartoe wil? Of was dat iets wat dat voor iets totaal onbekend was? Ja, ik wilde altijd 50 Cent zijn. Die was zo onbevreesd en ik wou ook zo... Ja. Die kon precies alles aan. Mm-hmm. Maar verder... Laat eens iets horen als rapper. Ja. Ik heb onlangs nog iets geschreven. Hmm? En dat is eigenlijk van Alice Meer gezongen. En dat gaat eigenlijk over op die instelling gezeten te hebben van hoe graag dat ik mijn moeder terug wou zien. En, die me... en dat gaat eigenlijk als volgt. Ik hoop dat het een beetje goed is. En... Ik wil niet meer terug naar mijn moeder te missen, mezelf niet kennen, altijd bang van gisteren. Een kind verdient de agressie niet te kennen, drugs nog niet te zien, een liefde te ontdekken. Ik weet wat ik doe, maar jij weet wat je zegt. We zijn allemaal zo slim, maar niemand weet het echt. Het was veiliger ver weg, mama, hou me vast. Ik wil nog niet weg, ik wil bij u zijn. Hou me nog even, leven vast. Want ik wil nooit, nooit meer terug. Want ik wil nooit, nooit meer terug. En een beetje... Oh, dat is de grond van het hart. Ontroerend. En nog even zeggen, het is heel erg goed met je komen. Je bent opvoeder nu, Thomas. Opvoeder is een groot woord. Ik werk met... ik ben monitor in de tuinen met mensen met een mentale beperking. En ik vind dat eigenlijk ook een heel absurd woord, want die weten er meer van als mij mijn momenten. Mm-hmm. Dan moet ik echt... Dus, dan gaan we tuintjes proper zetten en onderhouden. En als je ooit kinderen hebt, dan ga je die ongetwijfeld heel veel liefde geven. Dat voel ik nu al. Tegen dan hoop ik dat ik weet wat het is. Daar gaat het hier over, hè. Kim, steun SOS Kinderdorp, want eigenlijk mag geen enkel kind opgroeien zonder liefde. Hè? Nee, en daarom vind ik het ook zo mooi dat hij dat verhaal wilt komen vertellen. Want ik denk dat we daar nog veel meer andere mensen kunnen doen inspireren. En hopelijk... Zeker wel. Dat is de bedoeling hiervan. Ja. Heel erg bedankt. Thomas van Loveren en Kim Kleisters, bedankt. APPLAUS